spelers, speelsters, trainers, ouders, iedereen die betrokken is bij de bijzondere Eredivisie. Wij zijn Dylan Boys en Boudewijn Inja, twee trainers van het G-team van de Graafschap, die uitkomt in de bijzondere Eredivisie. Wij hebben een aantal filmpjes voor jullie gemaakt, zodat je toch in deze bizarre, vreemde tijd kunt blijven oefenen. We hebben een passeerbeweging, we hebben een balletje hoog houden, we hebben een mixpelletje. Nou, kijk gerust. Wij wensen jullie in deze tijd veel plezier. En zoals wij bij de superboeren zeggen, daran, toi toi toi. Oké, we gaan beginnen met oefening 1. Dat is een korte slalom. Daar kun je tussen pionnetjes door doen, maar ook tussen pakken suiker of een paar tennisballetjes die je op verschillende plekken neerlegt. Dylan die gaat de slalom doen. Hij schiet op de muur, bal komt terug en hij neemt hem aan. Ja. Hey, de volgende oefening, een stukje hoog houden. Beetje techniek tijdens het nooit verkeerd. Je kunt het op twee manieren doen. De eerste manier is, gooi de bal op. Probeer hem vanuit de lucht hoog te houden. Of, je legt hem op de grond. En je wint hem voor jezelf op. En je gaat dan hoog houden. Om het goed te maken, moet je soms een mannetje uitgeven. Het is een recept echt voor een handig item om te gebruiken. Ik ga jullie nu laten zien hoe het schaam moet. En uiteraard gaan we daar wel een doelpunt maken. Ja? Ben je rechtsbenig, ga je met links eroverheen. Neem het rechts mee. Moet je het met het andere been doen, ga je met rechts eroverheen en neem je met links mee. We hebben nog één laatste oefeningetje voor jullie. Dat is, je hebt een paar bekertjes staan. We hebben een klein balletje, je mag ook een tennisballetje zijn. Je meet 5 stappen af. 2, 3, 4, 5. Leg het balletje neer. En je probeert deze toren om te schieten. Hoe vaak gaat jou dat lukken? Nou, we doen het 1 keer voor. Ja! Yeah! Ik wens jullie heel veel succes. Ik had hem in 2 keer. Dat kunnen jullie beter. Doei, doei, doei!